De waalkade moet groener en aantrekkelijker worden, dat is het plan van de gemeente Nijmegen. Toch moet er eerst nog onderhoud plaatsvinden, en daarom werden gisteren alle bomen op de kade gekapt. Daarna kan begonnen worden met het opknappen van de waalkade. Niet alleen de waalkade wordt groener, ook aan het Joris Ivisplein is in de afgelopen weken hard gewerkt. Volgens inwoners van Nijmegen was het plein te rommelig en ontoegankelijk, en daarom is het plein nu verlaagd en zijn er bloesembomen geplant.